Want als er iemand ooit slachtoffer is geworden van karaktermoord, is hij het wel. Wouter Buikhuizen, briljant professor in de criminologie. Stond in de jaren 60 bekend als vooruitstrevend, baanbrekend. Al was het maar als bedenker van het woord provo. Maar toen hij als wetenschapper betrapt werd op niet politiek correct denken, waren het juist zijn linkse vrienden die de banvloek over hem uitspraken. Hij wilde onderzoeken of crimineel gedrag misschien nog andere oorzaken had dan alleen een slechte jeugd. Iets in de hersens of zo. En dat was vloeken in de linkse kerk. Er kwam weer een bommelding. Ik zat achter mijn bureau, het was 10 uur. Nee, het was zoiets van 9:30 en om 10 uur zou die afgaan. Dus heel zenuwachtig komt hij de beheerder van wel, professor, u moet naar buiten, om 10 uur gaat een bom af. Ik zei, ik ben even iets aan het afmaken, ik ben even bezig. Zo. En die kwam een keertje weer terug en dan was het 9:55, toen kwam die weer terug. Ik denk, nou ja, oké, ik zal voor hem eruit gaan, want die man die valt flauw van de spanning gewoon. Dus ik ben daar en er gebeurt natuurlijk niks. En wij zullen toegang willen hebben tot deze oratie. U zit enorm te drammen in één bepaalde richting. Biologische kenmerken van gevangenen. Dat probleem moet opgelost worden. Elektroden in de hoogte van mensen gaat stoppen. Laat staan de maat van hun schedels opmeten. Ik heb eigenlijk geen zin meer om het gesprek voor te zetten. In zijn vingers gesneden met Buikhuizen. Men heeft die straf die doet bijzonder weinig. Deze werd opgeschrikt door krantenkoppen zoals hersenonderzoek bij delinquenten. Ik ben het niet mee eens. Ik ben op een normale manier met u aan het praten. Ik vind dat iedereen een nieuwe bijdrage tot de wetenschap moet geven. Ja, hij is een lastige kubus. In zo'n kamp. Er moest gebogen worden voor de Japanners. Hè. Dus er werd iedereen op een rij gezet. En daar stonden die volwassenen. Mind you, de volwassenen. Nou ja, wij zaten ook wel tussen, maar ook de volwassenen. En er werd de groepen kiri. En dat betekende dat je moest buigen. En dan stond je daar gebogen. En er werd de groepen nori. En dan kwam je weer zo overeind. En ik denk dat dat ook mijn mensbeeld zo bepaald heeft. Dat ik dacht bij mezelf gewoon van christenen, zielen, wie dat gebuig en zo. Waarom doe je dat? Ik dacht, en misschien heb ik daarom ook gedacht van, ik zal nooit meer buigen. Ik wou dus in mijn proefschrift weten, wat beweegt die nozems nou? Die bijvoorbeeld op oudejaarsavond al die rellen gaven. Er werd weer vernield en er werden weer auto's gekanteld en er werden weer dingen in de brand gestoken en zo. In de provocatie maken wij de tegenstander belachelijk. Eigenlijk moet een maatschappij en een beleid en een bestuur moet dankbaar zijn voor die groeperingen die hun door hun gedrag, als het ware, ons wijzen op wat op dat moment even acuut en belangrijk is. Mijn proefschrift ging ook in sterke mate over wie zijn nou delinquenten ook. Naast die nozems had ik een delinquentengroep. Zijn we klaar, mijn heren? Dan laat ik u nu overstappen. En dan hoor ik op een gegeven moment een interview met zo'n delinquent. Dan zegt hij, nou, als mijn moeder nu dood voor mij op de grond zou vallen, dan zou ik over haar heen stappen en de deur uitgaan. Ik vond het zo erg. En toen dacht ik, hoe kan iemand dat gewoon zeggen? En toen dacht ik, dat wil ik weten. Hoe zit dat nou? Dus ik vond eigenlijk, toen mijn proefschrift afgelopen was, die groep criminelen veel en veel interessanter en ook belangrijker om te bekijken dan mijn groep nozems die ik bekeken had. De gevangenis Bankenbos ligt afgelegen in het niemandsland tussen Friesland en Drenthe. De eerste alcoholdelinquenten kwamen er in april 1963. Meer dan een derde van degenen die gezeten hebben voor rijden onder invloed, meer dan een derde van hen wordt weer veroordeeld voor hetzelfde, voor rijden onder invloed. De straf, zou ik zo zeggen, schijnt dus weinig te helpen. Ja, dat is inderdaad een conclusie die we helaas kunnen trekken. Die straf die doet bijzonder weinig. Maar wat zou u dan wel willen doen? Nou ja, wat zou je willen doen? Je zou misschien moeten kijken naar de vraag, hoe komt dat nou dat het allemaal zo weinig helpt? Dat roept dan op een gegeven moment, eigenlijk, als je wat wilt, ook iets moedeloos eigenlijk op. Ja, en dan komt langzamerhand, maar steeds nadrukkelijker, gedachte op, er moet gewoon meer zijn. 100 man, dat is meer en meer en meer dan alle criminologische instituten tezamen. En het waren goede mensen. Ik zeg altijd, ze waren goed, want ik had ze geselecteerd. In die zin was hij ook een echte, ja, je zou zeggen popperiaan, hè? Beweringen zijn alleen maar niet waar als ze echt gefalsifieerd zijn.
En als ze niet falsifieerbaar zijn, alleen dan zijn ze waar. Heel boeiend. Door Jeudaal in Canada. En die vond zeer nadrukkelijk dat dus op neuropsychologie, dus met betrekking tot functioneren, zeg maar simpel, van de hersenen, er duidelijke verschillen waren tussen groepen delinquenten en niet-delinquenten. En toen dacht ik, hier zit eigenlijk het touwtje, hier moet ik aan gaan trekken. En heel voorzichtig eerst, maar dan zal op een gegeven moment toch het geheel binnenkomen. Biosociaal onderzoek, daar kan de mens zich dit bij voorstellen. Je probeert als het ware de inzichten van de sociale wetenschappen te combineren en in verband te brengen met de kennis die vergaard is in de medische wetenschappen. En door dat samenbrengen van die twee eigenlijk een beter beeld te krijgen, met name van het ontstaan van de criminaliteit. Toen dus eigenlijk de discussie begon, of laat ik maar zeggen, de rel begon. Dat was, ik herkende mij totaal niet in het beeld wat naar voren gebracht werd. En dat kwam natuurlijk omdat het reclasseringsblad CRI destijds had uit dat stuk alles wat met sociale wetenschappen te maken had echt helemaal weggelaten. Dus er bleef alleen nog maar een biologisch verhaal over staan, wat er dus op neerkwam, dat Buikhuis ging nu hersenonderzoek bij delinquenten doen, en het woord hersenoperaties ging gewoon vallen. En dan krijg je eerst een gevoel, nou ja, dit is even een misverstand, en ik moet gewoon zeggen, jongens, dat doe ik helemaal niet, het gaat me hier om. Maar dat ging niet. En waarom ging dat niet? Omdat inmiddels dus door de hele pers, inclusief NRC, wat je dan altijd denkt, nou, dat is toch wel je van het op krantengebied, die ging ervan uit dat het verhaal wat in CRI stond waar was. Zoals bloedonderzoek, hormoononderzoek? Dat zou kunnen, ja. En je kunt ook denken aan onderzoek naar de reacties van het autonome zenuwstelsel, hartslag en dergelijke. Maar bepaalt niet die dingen die gesuggereerd worden, dat je elektroden gaat inplanten in hersenen en dan mensen gaat besturen alsof het een soort raceautootjes zijn. Wij waren thuis geabonneerd op Vrij Nederland. Maar ik vond ook geen reden, ik vond te veel eer om het op te zeggen. Dus dat blad kwam gewoon binnen en op een gegeven moment zei ook mijn dochter Wieneke, die zei, papa, wat is dat toch met die Piet Grijs? Het is een hele ordinaire discussietechniek. Dicht eerst een ander standpunt toe wat hij niet heeft en ga hem dan aanvallen. Nou, wilt u politiebescherming hebben als u uw oratie houdt? Ik zei, ik niet, wat moet ik met die mensen hier? Ik wist bovendien uit mijn nozemonderzoek dat hoe meer politie je op de been hebt, hoe groter de kans is dat je echt troep krijgt. En ja hoor, na 10 minuten een heel gerumoer bij de ingang, een kabaal en zo. Nou, daar komt de crème van de natie komt binnen met grote maskers op en zo. Stuiven binnen, één gooit een rookbom. Een team van 8 wetenschappers zal het onderzoek gaan verrichten. Dit is de leider van het team, professor Wouter Buikhuizen, criminoloog, die bekendheid kreeg met zijn onderzoekingen naar het gedrag van nozems. Ik had een onderzoekteam wat je nu nog nergens op de hele wereld vindt. Er zaten natuurlijk, behalve de bekende sociaalpsycholoog, psycholoog, zat er een psychofysioloog, een medicus, een neuropsycholoog, een biochemicus. Dat is nergens op de wereld. Ik had het geld, en in alle onbescheidenheid, ik heb de deskundigheid om te onderzoeken. Daar lag dus een wetenschappelijke goudmijn. Ten slotte is er ook nog een psychofysiologisch onderzoek. En dat is ook biologisch onderzoek. Hierbij kan men inzicht krijgen in de emoties van mensen. Op de hand en de arm van de proefpersoon worden elektrodes geplakt die de mate van transpiratie op de huid meten. Transpiratie is een lichamelijke uiting van een bepaalde emotie. De spanning van de film leidt tot verhoogde zweetafscheiding in de handen. Je kunt zeggen, Buikhuizen was te vroeg, net als kunstenaars soms te vroeg zijn. Nou, ik begrijp eigenlijk niet waarom men kennelijk tegenwoordig niet meer goed wil weten waarom mensen zich nu op een bepaalde manier gedragen. Dat men dat kennelijk alleen nog maar wil zien vanuit een sociaal perspectief. Die buigende mensen, omdat zo'n kloot van een jap roept, kerry, en dan gaan ze allemaal buigen en zo. Ik dacht, nooit meer. Wouter Buikhuizen, een Hollandse kop, een ontspannen blik, de ambitie voorbij.